Maar eerst Klaas Knot met wat kritiek op de vakbond. Nou en of, ja, van DNB-baas Klaas Knot waarschuwt dat de FNV zijn eis van 7% loonsverhoging bij de cao-onderhandelingen, ja, dat moet hij niet doen, omdat je daarmee inflatie aanwakkert, zei Knot gisteren in Nieuwsuur. Als inderdaad de lonen uit zouden komen op 7% verdere doorstijging, dan zou dat in 2026 een vol procentpunt bij de inflatie opdoen. Wij gingen er al vanuit dat de remweg terug naar 2% in Nederland langer zou zijn dan in Europa. 2026 hadden we de hoop op. Maar mocht hier 7% uitkomen, ja, dan wordt dat 2027 en nog verder. Dus dat is een consequentie waarvan ik vind dat de partijen aan de cao-tafel daar wel rekenschap van moeten geven. Ja. Zei Klaas Knot dus. Een loonstijging van 7% gaat dus de inflatie aanwakkeren. Er gaat een procentpunt bijkomen. Het gaat langer doorzetten. Klopt dit allemaal? Want FNV zegt nee, daar heeft Knot geen gelijk in. We gaan naar Marcel Klok en die is senior econoom bij ING Research. Meneer Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Wie heeft er nou gelijk, Knot of Rietman van FNV? Nou, ik denk dat een 7% looneis wel aan de hoge kant is, gezien de economische situatie. We zien dat we de afgelopen jaren al flinke loonstijgingen hebben gehad. Voor dit jaar verwachten we zo net iets boven de 6%. Ja, als je daarna nog een keer 7% bovenop doet, dan is het wel wat veel. Zeker als je ziet dat de arbeidsmarktkrapte begint af te nemen. Ja, en dat is natuurlijk een verhaal. We zitten, als we kijken naar de inflatorendruk in ons land, onze inflatie is veel hoger dan in de rest van Europa, omdat wij een diensteconomie hebben, met name gedreven ook door hogere loonkosten, hè? Ja, dat klopt. Een groot deel van de inflatie komt op dit moment uit de diensten. Sterker nog, als je kijkt naar goederen, dan is de inflatie eigenlijk negatief. Ja. Ja, dus die diensten die doen best wel veel. En ja, zoals we allemaal weten, diensten zijn heel erg afhankelijk van de arbeid. En als de arbeidskosten flink omhoog gaat, ja, dan kan het zeker zo zijn dat de inflatie langer hoog blijft. Ja, precies. Nou, dat is dus zorgelijk om inderdaad die 7%. Wat is wel haalbaar? Want Knot hebben, het is een soort magisch cijfer voor hem, heb ik het idee. Ik heb meerder horen zeggen, voordat we naar de vorige hoge loonsverhogingen gingen, bij de vorige cao's in 2023, had hij het ook over, nou, maximaal 7%, dan is de lucht wel een beetje uit. Heeft niemand zich aan gehouden, bijna. Nou ja, kijk, we zijn op 2023 op zo'n 6% uitgekomen. Ja, dit jaar is het misschien nog een stukje hoger. Maar dat kun je niet nog een jaar doen. Als je ziet dat het aantal vacatures terugloopt. En ja, onze verwachting is dat de werkloosheid wel iets begint op te lopen. Nu het aantal faillissementen ook oploopt. Ja, dan zit je eerder te denken aan zo'n 4,5% misschien. Waar je realistischer op uit kunt komen als je kijkt naar de economische ontwikkeling. Nou, u begrijpt natuurlijk, meneer Klok, FNV was niet blij met die woorden. Zo zei Piet Rietman vanmorgen in de uitzending, dat de inflatie met name voortkomt uit de winstlust, ongebreidelde winstlust van bedrijven. Voor een groot deel komt inflatie ook voort uit winsten, overheidsinvesteringen, andere zaken. Ja, en als ik ook iets mee mag geven, dat natuurlijk ook de taak is van de Nederlandse Bank om alles te bekijken langs monetaire lijnen. Wat is de invloed van de rente? Wat doet de inflatie? Maar de overheid heeft ook een rol in het managen van de economie. En ja, inflatie is uiteindelijk dat er te veel geld in omloop is. Dat kan daaruit worden gehaald door belastingheffing. En misschien is dat een route. Dat zien we eigenlijk nooit terug in analyses van DNB. Onze voorstel als vakbond zijn dat natuurlijk de rijken die wat meer zouden kunnen betalen. Dat is ook een manier om geld uit omloop te halen en dus de inflatie af te remmen. Nou, roept u maar. Ja, als het gaat over de invloed van de overheid, die is er zeker. Op dit moment zie je eigenlijk een kabinet dat weer wat cadeautjes uitdeelt voor volgend jaar voor de koopkracht. Ja, dat jaagt de inflatie natuurlijk wel extra aan. Dus daar is nog wel een knop om op aan te draaien. Mm-hmm. Ja, en als het gaat om die winsten. Het is wel degelijk zo dat een aantal jaar geleden, op het hoogtepunt van, laten we zeggen, de boom die na corona kwam. Toen er heel veel eigenlijk vraag naar goederen was. Toen we niet naar de kroeg konden, op vakantie konden. Ja, toen zag je echt wel dat de goederinflatie heel hoog was en dat een aantal bedrijven daar flink van geprofiteerd heeft. Ja. Zoals zeevervoerders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook die periode van hoge energieprijzen zag je wel dat energiebedrijven wat verhoogde winsten maken. Precies, ja. Maar dat ligt weer in het verleden. Je ziet dat nu juist teruglopen. Ja, precies. Inderdaad, die goederen, dat zegt u al, die inflatie die is daar weg. Eigenlijk praat je daar over wat deflatie. Dat is dus een slecht argument. Nou naar het andere, want we zitten met een arbeidskrapte op dit moment. Die
begint wel wat af te nemen. En toen kwam FNV ook met een eis voor een vierdaagse werkweek. 32 uur. Want dat zou zo handig zijn. En toen zei Knot gisteravond in Nieuwsuur dit. Arbeidskrapte is structureel. Dus dat betekent dat wij moeten op zoek naar oplossingen. Dat mensen langer kunnen doorwerken. Dat het werk op een manier georganiseerd wordt dat ze dat ook kunnen halen. Dat de mensen die werken juist geprikkeld worden om meer uren te gaan maken. Dat heeft ook alles met lastendruk op arbeid enzovoort te maken. Voor de hele Nederlandse economie zou een teruggang of een terugloop van zeg maar de werkweek naar 32 uur... zou precies het verkeerde medicijn op dit moment zijn. Nou, maar de klok zegt u maar. Wie heeft er gelijk? Nou, het is wel degelijk zo in dat die arbeidsmarktkrapte terugloopt, maar dat die wel een structureel karakter heeft. Dat heeft met name te maken met die vergrijzing. Ja. Dat we zien dat het aanbod van mensen wat nog meer kan werken, dat eigenlijk steeds begint af te nemen. Dus in die zin heeft Knot wel een punt dat het... op zich wel fijn zou zijn als sommige mensen wat meer werken. Als we puur kijken naar hoeveel vraag er is naar mensen. Ja, en waarvan Rietman zegt, dat klopt inderdaad. Je moet die incentive neerleggen. Doordat je mensen dan een minder lange werkweek aanbiedt, gaan ze eerder toetreden tot de arbeidsmarkt. En toen dacht ik, dat vind ik een moeilijke redenatie. Ja, in Nederland hebben we het werk al flink verdeeld onder mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, gemiddeld werkt een werkende in Nederland misschien weinig uren. Maar samen werken we toch wel een redelijk aantal uren. Dus het is helemaal niet zo dat we echt die prikkels niet hebben om parttime te werken bijvoorbeeld. Die zijn er in Nederland wel degelijk. Duidelijk, dank voor uw toelichting. Marcel Klok is senior econoom bij ING Research.